Het publiek wordt met klem opgeroepen extra waakzaam te zijn, aangezien scammers nog steeds actief zijn. Dit geeft politie-inspecteur Milton Kenswell in het gesprek met de STVS-redactie aan. De politie heeft in samenwerking met banken extra waakzaamheid gevraagd vanwege de toename van oplichters. We hebben de afdeling Public Relations van de politie, we hebben een bericht uitgevaardigd in samenspraak met de verschillende bankinstellingen, waarbij wij burgers erop willen attenderen om vooral gedurende deze periode extra voorzichtig te zijn. Want de skimmers zijn nog actief. We hebben nog niet allemaal achter slot en grendel kunnen plaatsen. We krijgen nog steeds gevallen binnen. We hebben vandaag is woensdag 25. Tot en met vorige week hadden we meer dan 70 aanmeldingen van mensen die grote geldbedragen kwijt zijn geraakt. In de afgelopen maanden is het aantal meldingen van fraude fors toegenomen. Deze oplichters hebben verschillende slimme methodes ontwikkeld om nietsvermoedende slachtoffers geld afhandig te maken. De criminelen gebruiken geavanceerde methodes, zoals skimmingapparaten en verborgen camera's. Skimmingapparaten worden aan de pinmachine bevestigd om de pinpas te kopiëren. De politie adviseert om vooral bij onbewaakte of slecht verlichte automaten erg alert te zijn. We vragen aan die burgers via dit kanaal extra alert te zijn. Alles dat verdacht lijkt, bellen. We hebben een kliklijn, een 179-lijn. 117 is er, 115 is er, 110 is er. Of je mag ook binnenstappen naar uw bankinstelling en een klacht doorgeven. Doe dat, want als we dit niet doen, zullen die skimmers actief blijven. De burgers zullen samenleving moeten leveren tot het achterhalen van deze grappenmakers. Kenswell vraagt de samenleving om verdachte situaties direct door te geven aan de politie.